comedy-evenement Humor in Simpenveld bij de Theater De Klimboom is geweest. De hoofdorganisator, Arjan Evels, was ook aanwezig, samen met de andere comedians. Ruud Aarden, Sjoerd Jansen en Ken van Geijerswijk en de MC van de avond, Roger Lataster. Dit is een show voor volwassenen, maar de twee kinderen die erbij waren, waren Joep Lataster en Oninje. Met de geluidsman zijn ze nu bezig. Ze zijn een beetje aan het testen met de geluiden. We gaan ook vragen of we op het podium mogen. En er zijn heel veel stoelen, want er gaan heel veel mensen dadelijk kijken. Maar ze hebben in ieder geval een hele grote boxen staan. En dat is de moeder van Oninje. En Oninje is 13 jaar. En het is wel de jongste, de allerjongste deelnemer. Hallo meneer Lataster. Wow. Wij zijn van het YouTube-kanaal Dis. Wat leuk om u te ontmoeten. En ook leuk dat u uw zoon mee heeft gegeven. Als er nog Limburgers zijn die niet weten wie u bent, stel ik de eerste vraag. Kunt u vertellen wie u bent en wat u doet? Ja, ik ben Roger Lataster en theatermaker hier staat. En dat betekent dat ik zelf heel veel op de bühne stond, zelf speel, allerlei rolletjes, maar ook stand-up comedy, je weet als mezelf. Maar je doet ook regisseren bij het amateurtoneel. U bent bekend van de serie Waswis. Was het leuk om mijn vrouw te spelen? Absoluut, absoluut. Want wanneer ze theater speelt, ze is het allemaal het leukste. Wanneer ze het kan spelen wat heel wit van zich afziet, wat dus eigenlijk helemaal niet bij zich past. Ja, en als je een man bent, ja, dan kun je het beste een vrouw spelen. Zo leuk. Waarom is de serie Waswis zo bekend? Dat is een goeie. Dat is een goeie. Eigenlijk moeten andere mensen dat beantwoorden, want dan weet ik ook niet waarom dat het zo bekend is. Ik denk dat het ermee te maken houdt dat voor heel veel dingen improviseren. Dus dat wat vuurdongen, dat wordt niet van tevoren allemaal geoefend en vastgelegd, maar verspillen de ook gewoon met de dingen die gebeuren. En dat maakt het altijd wel heel erg spannend, ook voor het publiek. Gelooft u in God? Ja. Hoe oud zijn uw kinderen? Ja, dat had ik al gezegd. Joep, die is 11. En dat is leuk, want die is op precies dezelfde dag jarig als ik. Dus hij is pas 11 geworden en ik pas 51. En ik heb nog Puk, mijn dochter, en die is 14. Vinden hun het leuk om een bekende vader te hebben? Ja, zou je dat niet gewoon eens even aan Joep vragen? Vind je het leuk dat je een bekende vader hebt? Ja, ik kan ook om vaak meer beroemde mensen ook wel tegen, dus dat vind ik wel leuk. Ja. Is uw vrouw net zo grappig als jij? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het. Maar op zich is het ook niet, weet je, de kunst is het om op het podium grappig te kunnen zijn. Dat maakt wel altijd het verschil. Heel veel mensen hebben heel veel humor en kunnen veel grapjes maken. Maar de truc is het dan om ook op het podium te kunnen staan en voor het publiek te staan om daar je grapjes te maken. Ja. Heeft hij alleen shows voor grote mensen of ook voor kinderen? Ik heb nog geen voorstellingen voor kinderen, maar ik doe wel heel veel met kinderen. Ik ben naast dat ik theater maak ook echt een carnavalist. Ik vier ook heel graag carnaval. En daarom zit ik ook al 20 jaar in Kerkrade bij de organisatie van de kindercarnaval. En daar presenteer ik ook de kinderzitting, ook samen met Joep. En zijn we altijd onderweg met de schoolprins van Kerkrade. Joep is dit jaar toevallig ook nog hofnar bij de schoolprins. Dus dat doe ik wel en dat is wel altijd heel leuk. Hoe is het bij de voorbereidingen als er voor u een show te wachten staat? Dan ben ik niet leuk. Want dan ben ik heel erg zenuwachtig. Dat weten zij ook wel. Zeker op de dag zelf. Dan ben ik heel erg zenuwachtig en dan zit ik heel erg met mijn gedachten door elkaar in mijn hoofd. En dan weten zij dat ze me eigenlijk met rust moeten laten.
Wat is uw favoriete show wat u jezelf hebt gegeven? Ik heb nu ondertussen 3 programma's gemaakt, solo, dus alleen. En daarvan is eigenlijk de eerste voor mij heel bijzonder, omdat het de eerste keer was helemaal alleen. En de laatste, omdat die wel heel erg persoonlijk over mijn leven ging. Maar als je me nou zegt, wat vind je de allerbeste tot nu toe, dan denk ik dat ik toch moet zeggen, de voorstelling Schaafspienen. En dat is Zaagsel. En dat was een circusvoorstelling die ik samen met Jacques Vinders heb gemaakt, toen nog als Schwarzwies. Ja, kunt u een nepscheet laten? Nee, maar als jij naar scheten vraagt, dan moet ik eigenlijk naar mijn zoon wijzen. Die kan, ja, wel geen nepscheten, maar die kan scheten laten. Wij hopen dat u Limburg vele jaren kan laten lachen. Wilt u dit blijven doen totdat u in pensioen gaat? Ja, ik denk het wel. Ik denk, want dit is toch anders dan gewoon werk. Dit doe ik wel met mijn hart. En ik denk, zolang als ik het kan blijven doen, dan blijf ik dat ook doen. Dus straks ben ik ergens 104 jaar en dan moet toch echt iemand komen en zeggen, ja, meneer Lataas, dat is nu goed geweest, kom er nu maar vanaf. Ja, en ik heb 2 funny poos voor uw dochter en uw zoon. Oh, dat vinden die geweldig. Nou, ja. Dankjewel. Hey, wat leuk. Dankjewel. Dankjewel. Leuk interview. Doen jullie goed? Super. Ga zo door. Een applaus, Roger Lataster. Ja, hoe dan verder met klatsen? Ja, dank je Wil. Vind gaat het zo Hollands koud? Vielleicht darf der Grafingen? Ja, mag ich Kommentar geben? Oder? Ja, hier. Ihr sollt doch ein Vorläufer herrlich. Und es ist verschiedene Erfahrungen hier, oder? Ich hole den Regel, ich mal. Gibt der Rest von den Comedians, die alle mal in Holland trainen? Ja, ja, ich meine, hey, maar de dünnt het in het Holland. Maar ich komme mal im Blatt durch. Das hat. Ja, das ist eine Prestatie, hör. Das ist der Ehe, die op meer dat ik verborgen hang krijgen met een tonics. Je gaat nog door mijn hoofd en ik laat een traan, maar die wordt steeds kleiner, die traan wordt steeds kleiner. Jij was 5, ik ben 6, we waren blij, we gingen met z'n tweeën op een deken van de trap af. Daar komen wij, mijn broertje, die zat toen voorin, we hadden de pyjama's aan, bestuurders van de bobslee, over de bedekte bobslee, maar toen werden we 10. Hartstikke fijn, tot ik hier mag komen spelen in Simpelveld. Junior. Ja. Ja. En we gaan natuurlijk ook kopen wat je kan winnen in de volgende aflevering. Ja. Kom. En nu naar binnen. Ik hoop dat we hele leuke poepjes kunnen vinden. Je kunt er niet echt in knijpen. Mannetjes. Maar het geeft wel licht. Of putties. Ja. Of fluffy putties. Een stuiterbal met kleine oogjes. Met wel extreem veel oogjes. En deze. Het heet een funny poo. Ik denk dat we die kunnen kiezen. Thank you.
buiten. Ik heb een schaduwlicht. Oh, ik heb het lekker. Ja, ik heb het. Oh, vol! Ja, ik heb het. Doe mij dat niet open. Doe dit voelt raar. Auwa. Nog iets. Ik heb het niet open. Dat is ook je eigen betaal. Oh, nee, dit voelt echt raar. Zo, nee. Die zit strak hoor. Dit is echt een vies. Wacht maar, ga deze open. Voel dit. Dit is dus zeg maar een rat die je gewoon kan knijpen. Oké, ik ga erop staan, want dat staat op de verpakking. Oké, go. Hier. Dit moet je absoluut niet kopen. Hier krijg je echt blauwe handen van. Kijk naar mijn achterkant en de voorkant lijkt op... Smurf! Die smurf van! Ja. Oké, ik heb een funny poo die we ook aan de kids hebben gekregen van Roger en Natasja. Maar het is een andere funny poo. Funny poo. Laat ik hem maar openmaken. Dat ik Auw! Sorry! Kijk. Er zit een lamp in. Ja, bij mij ook. Het voelt een beetje... Wow, jongen. En de winnaar van het Disdroomontbijt van de vorige aflevering is geworden... Lessie! En natuurlijk hebben wij kaartjes gekregen van Rochela Taster. Voor zijn volgende optreden. Wil jij de winnaar zijn?